Ik heb u verteld dat Rusland vertegenwoordigd is met 9 speelsters in het hoofdtoernooi van de Kremlin Cup. Dus moeten we ons niet verbazen over het feit dat we opnieuw gaan kijken naar een Russische deelnemster in de eerste ronde. Dat is hier op de voorgrond Lina Krasnorutskaya, 17 jaar, geboren in Opninsk in Rusland. En dit is haar tegenstander Jelena Dokic, 18 jaar, ook nog jong, geboren in het Joegoslavische Belgrado, 1994. We kennen het verhaal, geëmigreerd naar Australië, om vervolgens eind 2000 weer terug te komen naar Joegoslavië, omdat haar vader vond dat ze niet op de juiste wijze werd bejegend door de Australische Tennisbond. Laten we het zo maar zeggen. Jelena Dokic, de nummer 11 van de wereld, 5e geplaatst. Lina Krasnorutskaya, de nummer 36 van de wereld. Ook weer zo'n aankomend talent. Derde keer dat ze hier in Moskou speelt. Krasnorutskaya, 99, won ze al van Talaya en verloor ze van Dominique van Roost. Met andere woorden, op 15-jarige leeftijd. En vorig jaar was ze verlies in de eerste ronde tegen Maggie Maleva in 3 sets. Dokic die als eerste serveert. Sprong daar een beetje slordig met dat kantje om. Hier aan het net, maar altijd nog 40-15. En de winst in de eerste game voor deze Jelena Dokic. En dat is de derde Jelena die we dus tegenkomen in de uitzending. Dementjeva Jelena, Bovina Jelena en hier deze Jelena Dokic. Derde keer dat ze tegenover elkaar staan. Onderling een tussenstand 2-0 Dokic. Ze ontmoeten elkaar in Tokio vorig jaar. En dit jaar. En beide keren won Dokic in 2 sets. Beetje nerveus begin van Lina Krasnorutskaya. Son of 3 sets, 14-30.
En ook bij deze wedstrijd die later gespeeld werd. De tribunes van het Olimpski Stadion verre van vol. Oh, was een scherpe bal van Lina Krasnorutskaya. Dokic zat er nog goed bij, maar miste de controle. Kijk eens, dit is een heel scherpe bal. En die is ernaast. Verdedigde zich goed Lina Krasnorutskaya in een rally die gedirigeerd werd door Jelena Dokic. Talent hoor, Lina Krasnorutskaya met haar 17 jaar. We zien al heel sterke dingen van haar. Krasnorutskaya. Ze heeft er iets langer over gedaan dan Dokic over die eerste service game. Maar het resultaat is hetzelfde. Komt terug tot 1-1. In 1999 was ze de wereldkampioene bij de junioren. En winnares bij de US Open deze Lina Krasnorutskaya. Goh, goede voorhand van Krasnorutskaya. Eerst een dubbelfoutje voor Dokic. En zo hebben ze allebei hetzelfde aantal op het bord staan.
There is it, sort of 30-40. Eén breakpoint voor Krasnorutskaya. Dat overbleef voldoende. En ze leidt met 2-1. Olimpski Stadion in Moskou, waar we een klein sprongetje gemaakt hebben in deze wedstrijd tussen Dokic en Krasnorutskaya. We verlieten nu bij 2-1 voor Krasnorutskaya, die de service game van Dokic brak. En het is nu 3-2 voor de Russische. Mooie backhand, Dokic. Die voor de tweede keer in Moskou speelt. Vorig jaar was er een verlies in de eerste ronde tegen Amélie Mauresmo, die hier dit jaar tweede is geplaatst voor de Kremlin Cup. Goeie voorhand. Zag dat Krasnorutskaya zich naar het midden bewoog. 0-30. Ja, 15-40 en nu dus 2 breakpoints voor Dokic. Krasnorutskaya kreeg die in de derde game. En die bal is uit. En zo is het opslagverlies goed gemaakt door Dokic. Breekt terug en komt op 3-3. Won dit jaar haar eerste titel in haar carrière in Rome. Won van Martinez en Mauresmo. En won 2 weken geleden haar tweede titel in Tokio. Waar ze won van Kleisters en in de finale van Sanchez Vicario. Jelena Dokic. En zo hebben we de eerste game op love. En we zagen daar het vuistje van Dokic. Die blij is met deze service game. 4-3. Goed in vorm, Jelena Dokic. Verloor in 7 toernooien niet van een speelster buiten de top 10. En die dit jaar een prestatielijst, als je daarvan mag spreken, werd gebroken vorige week in Leipzig. Was ze verloren van Daniela Hantuchová in de tweede ronde. En Hantuchová was de nummer 57 van de wereld.
Niet alleen de winst in Rome en Tokio, maar er was ook een halve finale in Hamburg, een halve finale in Den Bosch. Dat was de verloor van Kleisters, de latere finalisten. Vierde ronde Wimbledon en een vierde ronde US Open. Dus zeker geen slecht jaar voor Jelena Dokic, die constant op reis is met haar vader Damir en moeder Liliana. Hoho. Was lang niet goed wat Dokic deed, maar dit van Krasnorutskaya sloeg ook nergens op. Unieke kans om zich naar 30-0 te spelen. Derde dubbelfout. Krasnorutskaya, die begeleid wordt door de vroegere eminente dubbelspeelster Larissa Nijland, landgenote. Dat is nummer 6, want we zagen dat de lijst 5 aangaf. Maar we hebben natuurlijk een paar games overgeslagen en 2 breakpoints voor Jelena Dokic. 1 weggewerkt. 30-40. En die bal is uit. En dan het gebaar van je bakt er niks van. Krasnorutskaya met 3-5 achter. En Dokic kan dus serveren voor de eerste set. Nou, dan de tweede keer maar. Eerste keer een beetje voorzichtig en op zekerheid gesmashed naar de kant van Krasnorutskaya, maar de tweede keer goed, die volley. 30-0. En 40-0, 3 set points, Jelena Dokic. Eerste set, Dokic, 6-3. Tweemaal opslagverlies voor Krasnorutskaya en eenmaal voor Dokic zette de toon voor de eerste set. Die eindigde in 6-3 voor Dokic. Inmiddels zijn we in de tweede set en is het 3-2 voor Krasnorutskaya.
Krasnoyarskaya brak de service game van Dokic in de tweede game. Maar Dokic bewees zichzelf een dienst door onmiddellijk terug te breken in de derde game. Vandaar dat ze dus nu serveert voor 3-3. Zesde dubbelfout voor Dokic. Maar Krasnoyarskaya heeft er nog meer. 8. En het breakpoint voor Krasnoyarskaya. En zo behoudt Dokic haar service game nadat ze 1 breakpoint heeft overleefd. 3-3. Een felle backhand rally die in winst wordt omgezet door Lina Krasnoyarskaya. De wereldkampioene bij de junioren in 1999. Zoals al eerder gezegd en ook winnares bij de US Open. Maar dat doet ze te veel. Een dubbelfout produceren. Dat is nummer 9 al. En dat is toch een beetje het knullige inleveren van punten. Ging over op de voorhand, de rally. En toen was het de winst voor Dokic. 15-30. Scherp. En weer dat vuistje. Wil graag hoor, 15-40. Wil zich revancheren voor Leipzig. Waar ze dus sneuvelde in de tweede ronde vorige week. Ja.
En daar is hij. 4-3, Jelena Dokic. Vierde maal in totaal dat Krasnorutskaya haar service game inlevert. Tweemaal in de eerste set en tweemaal in de tweede. Beste prestaties van het 17-jarige talent, Russische talent. Kwartfinale Doha, kwartfinale Dubai. Vierde ronde Indian Wells. Waar ze won van Likhovtseva en Petrova. Waar ze verloor van Dementjeva. Er was een kwartfinale op Roland Garros. Waar ze verloor van Unna. En dit om even aan te geven welke vorderingen ze maakt. En een vierde ronde op Wimbledon. Was ze verloren van Conchita Martinez. Tokic serverend dus bij 4-3. Oh, dat is een mooie backhand passing. Van Dokic. Ondanks tijdverzet van Krasnorutskaya. 40-15. En zo is er nog één punt af van 5-3. En dan zet ze Krasnorutskaya onder druk. Om toch weer eens een keertje de service game te behouden. Ja, het is 5-3. En nogmaals, ze is geladen. Ze is gretig, Dokic. Zo'n eenvoudige, subtiele beweging daar van Lina Krasnorutskaya. Die bal helemaal buiten bereik van Dokic legt. In halfvolley genomen. En om even aan te geven dat zij dat ook kan, Krasnorutskaya, met die backhand.
40-15 laat Dokic het aankomen op haar mogelijk laatste service game. Zwicht niet onder de druk, Krasnoerudskaya moest haar service game behouden en deed dit. Komt terug tot 4-5. Het moment dus dat Dokic de partij definitief naar zich toe kan trekken. Leidt met 5-4, won de eerste set met 6-3 en serveert. Maar een zevende dubbelfout om mee te beginnen. Oh, wat een mooie rally. En wat een mooi punt van Dokic. De variatie weer in de rally. Van backhand overgaand op voorhand. Ja, dat was er iets te veel. Krasnoerudskaya, die zeer taai is in haar verweer. 30-15. Eerste matchpoint, luidt de vraag. Nee, 30 gelijk. En daar dan toch het eerste matchpoint voor Jelena Dokic. Maar een achtste dubbelfout, daar waar het het punt voor de wedstrijd had kunnen zijn. Of het punt van de wedstrijd. Nog een kans, tweede matchpoint. Weer zo'n foutje. En Krasnoerudskaya overleeft ook het tweede matchpoint. Thank you.
En dan nu geen derde matchpoint, maar een breakpoint voor Krasnoyarskaya. En zo krijgt die wedstrijd ineens spanning. Leek allemaal zeer voorspoedig te gaan voor Dokic, maar nu zitten problemen. Deuce. Run. Deuce. En het tweede breakpoint voor Krasnoyarskaya in deze game. En u hoort met enthousiasme tegemoet getreden door het publiek. Een van die vele jonge Russische talenten. Pech voor Krasnoyarskaya, geluk voor Dokic. En opnieuw is er de kans om zich naar een derde matchpoint te spelen. Jongen. Ook Dokic komt tot het beduidende aantal van 9 dubbelfouten. Zo hebben we het derde breakpoint, Krasnoyarskaya. En dat overleeft Dokic niet. Ze heeft 2 matchpoints gehad voor de wedstrijd, maar het is 5-5 en Krasnoyarskaya leeft dus nog. Taai verzet van Krasnoyarskaya. Moest daar enorm voor lopen. Maar ze wordt er door beloond. Zij het dan dat er een foutje van Dokic op volgt. In de positie waar ze had kunnen scoren. Daar is het, Benatis. 13-15. En 40-15. En daar heeft ze er nog niet veel van geproduceerd, maar op een heel belangrijk moment nu
6-5 voor Lina Krasnorudskaya. Viermaal heeft haar service game ingeleverd, Krasnorudskaya, maar op dit belangrijke moment behoudt ze haar opslagbeurt en komt dus op 6-5. En zijn er ineens uitzichten gekomen op mogelijk een derde en beslissende set. Ik heb u gezegd, het is de derde keer dat ze tegenover elkaar staan. Tokio vorig jaar was het 6-4, 6-4 voor Dokic. En Tokio dit jaar was het 6-4, 7-5 voor Dokic. Mooie aankleding van het Olimpisch Stadion in Moskou bij die strijd om de Kremlin Cup. Waar, zoals bekend, en de heren strijden en de vrouwen. Maar voor ons deze week aandacht voor de vrouwen. 0-15. 0-15. La-15. Ja, scherp spel van Lina Krasnorudskaya. Dat was die prachtige voorbereiding via die heel scherpe bal. En dan het afmaken. 0-30. En 0-40. En nu hebben we 3 setpoints voor Lina Krasnorudskaya. Die met 3-5 achter stond in die tweede set. En niets wees in de richting van een verrassing. Maar die is er. Tiende dubbelfout Dokic. 7-5, de tweede set. Lina Krasnorudskaya, we maken ons op voor een derde en beslissende set. Derde en beslissende set maken we een sprongetje. Het is 2-1 voor Jelena Dokic, die de eerste game van Lina Krasnorudskaya gebroken heeft. En dus nu serveert voor mogelijk 3-1. Twee matchpoints had ze bij 5-4 in die tweede set, maar ze wist ze niet te benutten. En ze liet Krasnorudskaya terugkomen, die uiteindelijk zou toeslaan met 7-5. Oh, weer een dubbelfoutje. Ik weet natuurlijk niet of ze die ook gemaakt heeft in de eerste 3 games van die derde set. Als dat niet het geval is, dan zou dat nummer 11 kunnen zijn, deze. Maar het is zelfs nummer 12. U ziet het. Het wordt bevestigd door de cijfers op het bord. Wat een antwoord. Geweldige service return. En weer 2 breakpoints voor Lina Krasnorudskaya. Geweldige loopwerk van Krasnorudskaya ten spijt.
Komt terug tot 30-40 Dokic. Eén breakpoint moet ze nog zien te overleven. Om mogelijk dan toch nog de volle winst uit haar opslagbeurt te halen. Mooi punt van Dokic. Overleeft 2 breakpoints. Schrok daar van de ruimte kennelijk. En nu het come-on bij Lina Krasorutskaya. De derde breakpoint in deze game. Okay. En die bal is uit. Krasorutskaya maakt het opslagverlies van de eerste game goed. En komt terug tot 2-2. Spannend potje toch nog geworden tussen die twee. Daar waar het allemaal zo voorspoedig leek te gaan voor Dokic. Tweemaal het opslagverlies voor Krasnorutskaya in de eerste set. Waarbij het 6-3 werd voor Dokic. De tweede nogmaals die gememoreerde 5-3 voorsprong die ze niet wist te benutten. Ja. En dan nu volstrekt gelijk met Krasnorutskaya in die derde en beslissende set. Dubbelfout nummer 10 voor Lina Krasnorutskaya. De 17-jarige bewoonster van Opninsk in Rusland. En dan weer 15-40 met 2 breakpoints dus voor Jelena Dokic. Ja, het zijn de service games en de vele dubbelfouten die deze partij het gezicht geven. Ja, het vuistje weer van Dokic breekt Krasnorutskaya toch weer terug en leidt dus nu met 3-2. We slaan weer 2 gamepjes over. We verlieten nu bij 3-2 voor Dokic. Dokic behield haar service game, kwam op 4-2 en Krasnorutskaya behield
op haar beurt ook haar service game en kwam dus terug tot 3-4. Dokic serverend dus bij 4-3. Het verhaal van de dubbelfouten gaat nog steeds door. We zouden aan de 13 of 14 kunnen zitten nu. Wat springt Dokic roekeloos met haar kans om? 15-30. Maar ja, van haar kant geldt dat ook een beetje voor Krasnorutskaya. En het is weer 15-40. Twee breakpoints, Lina Krasnorutskaya. En voor de zoveelste maal is er opslagverlies. Krasnorutskaya. Ja. Er is het benadrukt. 30-15. 30-15. Return van Dokic, die net naast was. En dan 40-15. Sorry, Benazet. 14-15. Rally op het scherp van het zwaard. 1 punt respijt nog voor Krasnorutskaya, 40-30. Te scherp gespeeld, Dokic. En Krasnorutskaya staat voor met 5-4. Krasnorutskaya, video. 5-4. 5 games, gevonden. En nu Dokic zwaar onder druk. Want deze service game moet ze behouden. 4-5 achter in de derde en beslissende set. Eerste punt is er. Moet niet meer terugdenken aan die 5-3 voorsprong in de tweede. Die twee matchpoints die ze had. Bij 5-4. Left. Het is nu het knokken voor het overleven van die eerste ronde van de Kremlin Cup. Listig balletje van Krasnorutskaya. Kijk eens, gemeen laag blijvend dat balletje.
15:30. Thank you. Possible. Kom terug. Wat is het? 30. En dan nu, weer de retorische vraag. Wordt het gamepoint voor 5-5 of wordt het matchpoint voor Krasnorutskaya? Ze zat er nog bij, maar de bal strandt aan de voor haar verkeerde kant van het net. 40-30, Dokic leeft nog en heeft uitzicht op 5-5. En het is 5-5. Dokic. Up yet? Five. Get up. Eerste punt, Dokic. Via die scherp geplaatste en diep geplaatste voorhand. 0-15. Goeie service, goed geplaatste service vormde de basis voor dat punt. Er is het Benatens. 13-15. Ja, weer. Wat is het? 30. Moeilijk te lezen, die bal. Het kiezen van de hoek en de juiste 30 gelijk. Oeh. 30, sorry. En dan het breakpoint voor Jelena Dokic. Tweede service om dat weg te werken. Gedurfd punt van Dokic. Heel gecontroleerd, bijna. Ja, gecontroleerd gespeeld toch, die voorhand. 6-5. En dan weer het, ja, zeg maar, toch riante uitzicht voor Dokic. Om de partij toch definitief naar zich toe te trekken. Het verhaal van die tweede set is verteld. Daar liet ze de kansen liggen. En wat doet ze nu bij die 6-5 in die derde set?
Hier komt die schitterende voorhand van Jelena Dokic, waarmee ze zich naar 6-5 speelt. Time. Not 30-0. Oh, wat een goed punt van Krasnorutskaya. Geweldige return en zo mooi weggelegd. Onbereikbaar voor Dokic. 30 gelijk. En de winst van 30-0 verdwenen. Uit. Oh. Breakpoint. Krasnorutskaya. Ja. Kalm gebleven Dokic. Goed blijven kijken. En zo kon ze zich toch nog weer naar Duke spelen. Basis, dat korte balletje. Oh. Jongen, jongen. Opnieuw het breakpoint voor Krasnorutskaya. Ja. Advantage, Krasnorutskaya. Nou, we zagen het getal 13 voor Dokic. Als het maar niet het ongeluksgetal was. Maar ze antwoordde met een ace daar bovenop. En nog steeds is er geen derde matchpoint. De twee die ze had in de 10e game van de tweede set. Oh, overrule. First service. Umpire zag de bal in. Om deze bal gaat het. Ja, voor ons moeilijk te beoordelen. Maar Dokic in de herkansing. En daar is hij, het derde matchpoint voor Jelena Dokic. En nu, gauw even een handdoekje. Koelte toewijven of de handjes droog maken.
Daar is het punt. En een vreugdekreet van Jelena Dokic. Ze heeft de overwinning weggesleept voor de poorten van de hel. Maar goed, dat maakt niet uit. In de tweede ronde. Prachtig gevecht tussen de twee. 6-3, 5-7, 7-5. Morgen om 9:30 de herhaling. En met onze beelden van de tweede ronde zijn we er weer om 2:30. Dank u wel, tot morgen.